Hoi lieverds, welkom bij deze video waarin we kaarten gaan trekken. Ik ga de kaarten trekken, hè? Maar voor het collectief, voor de maand oktober. Wat staat er te gebeuren in tweelingzielenland? Nou, we hebben net de nieuwe maan, de supernieuwe maan gehad van nou, wat is er aan de hand? Want ik kan niet meer praten. Wat raar is, want ik hou echt heel erg veel van praten. We hebben net de supernieuwe maan gehad op 28 september. Dat heeft heel veel stroming teweeg gebracht bij velen uit het tweelingzielencollectief. Waarom? Omdat deze supernieuwe maan echt heeft gezorgd voor heel veel karma doorbraak. Voor heel veel karma loslaten. En dus ook bij de Divine Masculine, zowel als bij jou als Divine Feminine, hè, afhankelijk van wie jij bent, wie de video kijkt. Ik merk dat in mijn eigen proces heel sterk dat ik ten aanzien van mijn moeder, hè, karmische relaties betekent niet altijd een relatie met een romantische partner. Mogelijk jouw Divine Masculine, voor jouw Divine Masculine wel. Dat geldt dus bijvoorbeeld voor mijn tweelingziel. Maar ook heeft hij karmische relaties nog te doorbreken ten aanzien van familieleden. Zo heb ik mijn karmische relaties echt ten aanzien echt van een romantische partner. Heb ik dat al afgerond, die contracten, een tijd terug. En heb ik me nu volledig gericht het afgelopen jaar op het contract met mijn vader en met mijn moeder. En ik heb nu echt de afgelopen dagen waren echt poof, bij mij echt tower moment na tower moment. Huilen, alleen maar huilen. Om alles te zuiveren. Alles wat nog omhoog wilde komen, wat gezien wilde worden, kwam omhoog. Dus dat heeft allemaal mogen plaatsvinden in de 9 maand. 9, ik weet niet waarom ik dit doe. In het getal 9. He, de 9 maand en dat is de afrondingsmaand. En de afrondingsmaand betekent dus, oké, opschonen. Zodat we in de maand oktober met een frisse, schone lei kunnen beginnen. En die is vandaag begonnen op 1 oktober. Dus we gaan aan de kaarten vragen wat er voor de tweelingzielen staat te gebeuren in de maand oktober. Een stukje daarvan was ook al naar voren gekomen in de laatste video over de supernieuwe maan en die week die daarop volgt. Maar dus straks van de kaarten, wat gebeurt er voor ons in oktober? Oké, eerst eventjes gebed uitspreken om spirit te vragen ons bij te willen staan tijdens deze reading. Lieve spirit, ik vraag mijn gidsen, mijn krachtdieren, mijn engelen, de voorouders, de opgestegen meesters die bij mij zijn, mijn leraren, om mij bij te willen staan bij deze reading voor het collectief, om mij van boodschappen te voorzien. Wat wil er gezien en gehoord worden voor de maand oktober? Dank jullie wel, namaste en amen. Oké. Met welke kaarten gaan we beginnen? Oeh, deze trekt mij heel sterk. Heel mooi. Zielsverwanten. Van hou, ligt op de kop. Hou van je innerlijke godin orakelkaart. Het is echt zo'n prachtig deck van Elena Fairchild. Het was een van mijn eerste decks. Daar heb ik heel veel kracht en steun uitgehaald. Dus als je nog een mooi deck zoekt voor het versterken van jouw godinnenkracht, is dit een heel mooi deck. I carry your heart, I carry it in mine, zielsverwanten. Nou, wat deze kaart betekent voor het collectief, je zit hier twee vrouwen en het getal 10 van de maand oktober. Wat deze kaart betekent voor het collectief is dat, omdat jouw energetische frequentie verhoogt, hè, in de maand september heb je heel veel los mogen laten. En wat was het pittig ook gewoon, hè? En zelfs de afgelopen 5 maanden, er zijn nu veel meer planeten die allemaal weer direct gaan lopen. Op 3 oktober gaat Pluto weer direct lopen. En Pluto is de planeet die ook al onze wonden omhoog haalt. En die heeft dus de afgelopen 5 maanden in vertraging gestaan, in achteruit. Dus alles werd onder de loep genomen. Hè? Denk je misschien van, jeetje mijn leven, wat is er gebeurd in mijn leven?
Nou, dat was dus geheel met de reden om ons voor te bereiden op het Aquarian tijdperk in 2020. En daar gaan we nu steeds meer naartoe, richting dat we dus richting de winter gaan en richting het nieuwe jaar. En het Aquarian tijdperk is echt veel meer harmonie, meer vreugde, meer plezier, meer innerlijke vrede. Zielsverwanten. Zeg dus, in de maand oktober ga jij meer verbinding met jezelf maken. Dus jij gaat meer verbinding met jouw eigen ziel maken. En daar mag de maand oktober echt op gericht zijn. Op het verbinden met jezelf. Dus op het vertragen en op het meer zien van jouzelf. Van jouw wensen, jouw dromen. Ik doe de laatste tijd en ook de komende tijd nog heel veel zielsmissies. Tarot toekomstreadingen voor jouw zielsmissie die ik ingepland heb. Omdat al die dromen bij ons weer tot leven mogen komen. En er zijn zulke prachtige missies al uitgekomen. En daarmee weet je gewoon, oké, ik heb een doel. Hè? Dat is mijn eigen kracht. Mijn kracht is dat ik met dat doel aan de slag ga. Dus de relatie met jezelf gaat versterken. Maar dat betekent ook, zielsverwanten, dat jij dus, wanneer jij beter in verbinding met jezelf bent, met jouw eigen hart, dat jij dus die energetische frequentie gaat uitstralen. En dus ook meer zielsverwanten op jouw pad gaat aantrekken. En dan wil het niet per se betekenen dat dat dan direct in de maand oktober is dat dat gaat gebeuren, maar mogelijk ook wel. Maar dat wil in ieder geval zeggen dat nu, vanaf nu, de komende tijd, gaat dat steeds meer bij jou groeien. Dus misschien denk je wel van, nou, hè, jeetje, wat ik heb zo lang al vragen, ik om gelijkgestemde zielen op mijn pad. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf, ik heb echt de afgelopen maanden ontzettend geïsoleerd geleefd. Ik heb ook echt dat ik denk, ik trek nog net mijn haren niet uit mijn hoofd zo. Dat ik super die behoefte heb om weer mensen te knuffelen. En echt gewoon weer samen te zijn. En dat gaat nu de komende periode meer gebeuren voor jou. En weet dus ook, zielen worden op jouw pad gebracht met exact de reden om beide zielen te helpen evolueren. Dus dat betekent dat jij soulmates op jouw pad krijgt, zielsverwanten, waarmee jij in vorige levens al afspraken hebt gemaakt om elkaar dus weer te ontmoeten, om die lessen met elkaar te kunnen leren. En dus ook met jouw tweelingziel. Dus op precies de juiste momenten zullen jullie naar elkaar toe worden gebracht. Door de romantische engelen en door aartsengel Michael. Omdat het nodig is dat jullie elkaar over en weer die lessen blijven leren. En over en weer dus helpen met het ontwaken. En dat is dus het samen zijn. Het samen zijn van de man en de vrouw in jou betekent dat je de ander ook nodig hebt om jou te helpen in jouw ontwaken. Oké. Even kijken. Oh, dat is ook heel mooi. Want deze kaart komt naar voren. Spirit Animal Grasshopper. Sprinkhaan. Take a leap of faith. En dat betekent dus echt dat voor ons nu de komende periode, wat er aan staat te komen, is meer van jouw zielsmissie gaat kenbaar worden. En dan is het dus echt noodzakelijk om dus take the leap of faith. Dus dat betekent, vertrouw op jouw gevoel. Vertrouw op jouw innerlijke leiding. Vertrouw op jouw eigen kracht. Dus er gaat steeds meer frictie komen tussen jou en de buitenwereld. En dat is dus nodig om jouw aandacht dus meer naar binnen te kunnen duwen of trekken. En dat is dus waar de maand oktober en waar eigenlijk de hele herfstperiode voor is. In voorbereiding op de winterperiode. De winterperiode trekt de man in ons zich terug, de mannelijke energie. Dus de energie van het actieondernemen trekt zich terug. En mogen we het allemaal op zijn beloop laten. Dus we mogen het allemaal opsneuven in de winterperiode. Dus die inzichten mogen allemaal langzaam tot ons komen. Zodat jouw missie dus en jouw eigen kracht kan groeien om in de lente dus weer naar buiten te kunnen treden. Dus dat betekent dus, take a leap of faith. En het betekent dus ook dat dus die frictie nodig is. Dus minder met jouw aandacht in de buitenwereld en meer met je aandacht in jouw binnenwereld. Dus jouw faith, jouw geloof, dat versterk je niet door met andere mensen te praten. Je versterkt jouw geloof niet door aan jouw moeder bijvoorbeeld te vragen, wat vind jij hier nou van? En dan zegt jouw moeder van, dat heb je goed gedaan. Ja, die beslissing had ik ook genomen. Versterk jouw vertrouwen daarmee in jouzelf? Of heb je dan de volgende keer weer de goedkeuring van je moeder nodig? Dat je dan weer gaat vragen,
heb ik dit wel goed gedaan eigenlijk? Hè, en het is dus de maand oktober nu, is dus de periode ervoor om dat dus meer binnen in jouzelf te gaan zoeken. Om jouw karma daarin echt te gaan doorbreken. Dus maak je los van de buitenwereld. Deze kaart roept mij ook heel sterk. En die ook. En die ook. Oké. Okay. Open to infinite possibility, zegt Starfish. En dat betekent dus dat de mogelijkheden voor jou zijn oneindig. He, dus droom, alles wat jij kunt manifesteren, dat is dus echt mogelijk voor jou. Alleen moet het wel in jouw verbeeldingskracht zitten en in jouw dromen. Dus schrijf het op, teken erover, maak een vision board voor jezelf. Take time out om dus met jezelf te zijn. Deze kaart kwam vandaag ook naar voren als krachtdier om mee te werken. Een moederbeer is dus, die trekt zich dus terug in de winter, in haar hol, om dus met zichzelf te zijn. En jij hebt dat gewoon nodig. En de maand oktober is daar dus echt volledig op gericht. Om dus meer de balans tussen jouw aandacht wat in de buitenwereld ligt en met jezelf zijn te gaan versterken en te gaan herstellen. Hè? En dat betekent dus ook, oh is mooi, want een kaart, nou die zal ik zo wel even opzoeken. Er kwam een beeld in mijn hoofd van een kaart uit dit deck. Dus die zoek ik er nu even bij. En dat is de Princess of Wands die in mij omhoog kwam. Prinsesje, waar ben je dan? Deze wil ook gezien worden. En die. Even kijken hoor. Prinsesje. Nou, zo kennen we nog wat. Daar ben je, ja. Mooi. Deze kaart kwam in mij, in mijn derde oog naar boven, in mijn visie. En dat betekent dus dat wat Spirit daarmee wil zeggen is take time out. Want een take time out voor wat? The Princess of Wands zegt voor plezierige dingen. Voor passievolle dingen. Voor vreugdevolle dingen. Voor het rust te geven aan jouw denken. Hè? Zodat jij dus niet in jouw denken blijft hangen. En ook niet in de buitenwereld, doordat je bijvoorbeeld op je telefoon aan het bladeren bent of aan het praten bent met mensen en daar de bevestiging zoekt. Maar take time out met jezelf om dus die passie te laten herleven, zodat je in je gevoel zit. En dat is zo belangrijk. We gaan nu de maand oktober echt meer die verschuiving maken. Dat is begin juni, zo 10 juni is dat al begonnen. En die energetische frequentie van moeder aarde is verhoogd. En daarom zijn wij dus als een gek, zijn wij eigenlijk geduwd. He, die energie is gaan duwen om ons dus mee te krijgen in die verhoging van die frequentie. En dat betekent dus minder in de buitenwereld, minder in dat denken en meer in ons gevoel. En dat gevoel is dus echt jouw passie, jouw wensen, jouw dromen. Waar word je nou blij van? He, ga op je gitaar pingelen in de avond in plaats van dat je op Netflix bijvoorbeeld een serie gaat kijken. Hè? Doe dingen die goed zijn voor jouw brein, waar je blij van wordt. We zijn vaak soms zo op de automatische piloot. Hè, we komen thuis, dan ga je eten, dan zet je de tv even aan, dan kijk je tv. En voor je het weet, hè, heb je zo naar die tv-programma's gekeken. En dan wil je het liefst ook nog die film afzien, maar die duurt eigenlijk wel lang. Die duurt tot 11:30, maar dat ga je dan toch maar kijken. Hoop je eigenlijk weer te laat in je bed ligt en dan de volgende dag toch weer vroeg op moet. Ik beschrijf gewoon hoe mijn leven was. Dit was gewoon altijd. En dan dacht ik, ja, maar ik kan er niet naar bed gaan. Ik heb het einde nog niet gezien. Ik moet echt het einde zien. Of ik zat te binge-watchen, weet je wel. Echt alleen maar dezelfde serie. Ik had The Good Wife, vond ik zo fantastisch. Dat was een serie over advocaten. Dat sloot heel erg aan op wat ik natuurlijk deed als advocaat. Dus ik zat er helemaal altijd in. Hè? En, maar ja, daarmee ben je dus de aandacht aan het richten op je buitenwereld. En hield er eigenlijk niks bij jezelf. Hè? Tuurlijk is het oké om gewoon eens een keer een serie te kijken als je daarvan ontspant. Maar ook als we een serie kijken, krijgen we daar weer straling van mee. Dus ja, het werkt ook een beetje tegen elkaar in. Want het is gewoon slecht voor je energieveld. Het verzwakt dus jouw eigen kracht. Oké, even kijken. Dus wat kwam ook nog naar voren voor de maand oktober? Meer rust, Four of Swords. Dus meer rust en ontspanning. En dat was dus ook die time-out. Je kunt daarvoor dus samenwerken met krachtdier beer, hè? Met moeder beer. Prachtig ook, hè? Moeder beer. Ah, oh, het ziet er nog mooi uit, moeder beer.
En dat de 9 hiervan zegt ook weer dat het is de afrondingsmaand van hè, eigenlijk die chaos ook, wat heel erg heeft gespeeld de afgelopen tijd. Dus weet dus ook de Four of Swords, die rust en ontspanning heb jij nodig om dus meer, het getal 4 staat voor meer aarding, meer stabiliteit, om dus ook meer die aarding bij jezelf te kunnen gaan vinden. En dat gaat in de maand oktober dus meer plaatsvinden. En dan hebben we dus de Princess of Swords. Dat betekent, wanneer jij meer aarding hebt, hè, vindt er meer stroming ook plaats. Meer helderheid van jouw geest. Dus ook meer jouw waarheid uitspreken. Meer heling van jouw keelchakra. Wat betekent dat er dus ook meer inzichten bij jou kunnen binnenkomen. Jouw intuïtie versterkt. En dit, de moon, is echt het thema van de maand oktober. En dus de herfstmaand. Het is echt het versterken van die intuïtie. Het versterken van jouw vrouwelijke kracht. Het versterken van jouw seksuele flow. Hè, seksuele energie is jouw prana, is jouw levensenergie. En dat vindt allemaal plaats met die standen van de maan. En het jezelf dus verbinden aan de maan. En ik heb daarvoor ook een shamanistisch healing programma ontworpen. Ook mooi, want het was al eigenlijk, dat idee was al veel eerder. Maar het was dus niet het moment waarop het dus nodig was voor het collectief. En dat heb ik nu begrepen, was het dat dus wel. Dus ik heb het gelanceerd een paar weken terug. En dat is dus te bestellen in mijn webshop. En meer informatie over het programma vind je hier beneden. En dan kun je met iedere nieuwe maan kun je daarmee aanvangen. Dus de eerstkomende nieuwe maan is op 28 oktober. En dat weet ik, omdat ik op 29 oktober naar Sri Lanka ga vliegen voor de hele winter. Ik heb er zo'n zin in. Mooi ook hoe dat dus werkt. Ik ging dus namelijk net een kamer voor mezelf boeken. Een aparte kamer. En ik ben dus echt heel erg gewend om heel goedkoop te reizen altijd. Dat was die geldblokkade die heel lang bij mij speelde. Dus nu ging ik selecteren op booking.com. Laagste prijs. En dan ging ik kijken. Toen zei mijn gevoel van, waarom ga je niet gewoon voor wat meer luxe? Toen dacht ik, ja, waarom doe ik dat eigenlijk niet? Hè? Dus zo zie je ook maar hoe dat zo ontzettend in je systeem kan zitten. En ook daar biedt het maandprogramma uitkomst voor. Dus ik ga binnenkort ook weer een paar webinars geven. Nou, als je deze video op een ander tijdstip kijkt, dan zijn ze al gegrepen. En dan ga ik ook meer vertellen hoe het maandprogramma ook werkt voor het doorbreken van jouw geldblokkade. Voor het manifesteren van geld. Want daar zijn we natuurlijk allemaal in geïnteresseerd. Of niet? He, dus de maan is echt een thema. Meer inzichten, meer versterking van je intuïtie. En hoe gaat dat zich uiten tussen tweelingzielen? Die versterking van de intuïtie is de vrouwelijke energie. Dus dat betekent wanneer de intuïtie van jouw divine masculine zich versterkt, gaat jouw divine masculine, of dus jouw divine feminine, hè, afhankelijk van hoe je in welk perspectief je hield, wie er als eerste wakker is. Zodra die intuïtie gaat versterken, zal dus de vrouwelijke energie zich versterken. Nou, neem even als uitgangspunt. Hè. Ik ben een divine feminine en ik channel ook de divine masculine energie. Soms denk ik, ik ben meer een mannetje dan een vrouwtje volgens mij, maar dat geeft niet. Hè? Dus mijn divine masculine, zijn intuïtie gaat versterken. Dat betekent dat zijn vrouwelijke energie meer gaat versterken. Meer de liefde voor hemzelf, de liefde voor zichzelf gaat versterken. Hij gaat daardoor meer op zijn intuïtie af. Hij zal daardoor meer op zijn intuïtie gaan leren vertrouwen. En waar zal zijn intuïtie hem brengen? Bij mij! Zijn intuïtie zal hem natuurlijk brengen bij wat goed is voor hem. Wat ware liefde is voor hem. He? Dus zijn intuïtie zal hem steeds meer van zijn zielsmissie laten zien, als hij maar die stappen durft te ondernemen. En heel veel van de divine masculine zitten nu nog vast in het durven ondernemen van actie. Omdat er nog niet voldoende zwaarte is losgelaten. Dus daar zullen ze nog meerdere cycli voor nodig hebben. Meerdere maandcycli. Nou, wat is nou een cyclus van de maan? Is dus een maand. Ja, 29 dagen vindt dus een maandcyclus plaats. En dan is op de volle maan, dus nu deze maand oktober ook weer, volgens mij is dat 13 oktober even uit mijn hoofd, is de volle maan en dan gaat er ook weer heel veel losgelaten worden. He, dus ik
Mogelijk ben je al lid van de Tweelingzielen Tarot Facebookgroep. De link daar vind je ook hieronder, onder de video. Daar plaats ik ook met regelmaat updates in over karmische relaties. En dat kan zowel met jou resoneren. En dat jij zelf in een karmische relatie zit. En jouw lessen die je daarin hebt te leren. En wat de ontwikkelingen voor het collectief daarin zijn. Maar het kan ook zijn dat jouw Divine Masculine nog in een karmische relatie zit. En een karmische relatie is puur een relatie met iemand met wie hij of zij nog lessen heeft uit te werken. Of voor het laten evolueren en het laten groeien van de eigen ziel. Dus versterking van de intuïtie betekent dat jullie dichter naar elkaar toe zullen groeien in de buitenwereld. En voor ieder tweelingzielenpaar is dat weer op een ander niveau. Wanneer jij zelf dus nog niet goed in verbinding bent met jouw intuïtie, kun je ook niet van jouw counterpart, van jouw tweelingziel verwachten dat zijn intuïtie ineens haarscherp is en hij volledig daarop afgaat. Dus het heeft volledig te maken met in hoeverre jij in verbinding staat met jouzelf. En in hoeverre jij nu deze maand oktober er de moeite voor doet om die verbinding met jouzelf te versterken. Dat betekent dus dat die zorgen en die lasten die we zo lang, die karmische lasten die we zo lang hebben meegedragen voor anderen, maar ook voor het collectief. He, misschien ben jij wel een healer of misschien ben jij een medium en draag je nog vrij veel verantwoordelijkheden voor anderen met je mee. Ik weet het bijvoorbeeld in mezelf, zie ik het, is dat ik nog wel eens de neiging heb om anderen te willen activeren om iets te doen. Terwijl dat eigenlijk niet verantwoordelijk bij hen zelf ligt. En wat ik nu bijvoorbeeld ook doe, merk ik in mezelf, dat ik steeds meer die verantwoordelijk bij de ander laat. He, dat wanneer iemand bijvoorbeeld aan mij vraagt van, goh, kan je mij die link even toesturen? Dan zeg ik, nou, je kan ook op mijn kanaal kijken. En als je even bladert, kom je die video vanzelf tegen. Dus wanneer je dat uit handen gaat geven, natuurlijk is het makkelijker en sneller als ik gewoon even die link opzoek en dat dan stuur. Maar dan ga ik eigenlijk de verantwoordelijkheid overnemen voor de ander. Terwijl de ander daar moet leren om daar dus zelf de moeite voor te doen. Want anders willen we alles puur maar gemakkelijk. Hè? En dat is dus een stukje gemakzucht. Want op het moment dat we zeggen, ja, ik kan het niet vinden, is heel makkelijk te zeggen wanneer je niet gezocht hebt natuurlijk. He, dus dat mag dus meer worden losgelaten. En dat is ook weer het getal 10. Dus dat betekent echt ook voor velen een voltooiing van dat dragen van die lasten. Zodat het omhoog lopen, die berg op, dat veel minder zwaar zal aanvoelen voor je. Versterking van de intuïtie, dus de Queen of Wands. Daar staat de kracht die kat voor. Meer magie ook in je leven zal daarvan gaan komen. En dat is dus ook meer eigen krachtkleur geel. En meer groen is meer hartheling. Oh, de zon gaat lekker schijnen. Kom maar door. De Prince of Wands is meer avontuur. Er zal meer avontuur ook voor jou gaan komen. En voor velen, de kleur groen wat je hier ziet en de kleur blauw, is dus heling van jouw keelchakra, frisse lucht. En de kleur groen is dus heling van jouw hartchakra en aarding ook, hè, buiten zijn. Dus voor velen, en ook een hele mooie boodschap van kracht, die paard. Dus wat daarvan doorkomt is eventueel helende energie van paarden voor sommigen in het collectief. Maar ook dus jezelf laten dragen meer door de liefde, door de natuur. He, daarop mogen vertrouwen. En dat betekent dus dat sommigen van ons echt ook nu de komende periode op reis gaan. Ik ga bijvoorbeeld zelf naar Sri Lanka. Ik weet dat een andere mooie ziel die gaat naar Guatemala. Guatemala! He, en zo zijn er dus nog veel meer zielen die dat dus op hun planning hebben van, nou, ik zou wel graag een reisje willen maken. Dus ga dat ook doen. Want de reden waarom jij dan die reis gaat maken is omdat jij dus jouzelf dan kan gaan helen. Betere aarding, meer frisse lucht. He, het is nu eenmaal zo dat afhankelijk van waar je woont in Nederland, dat wonen in de stad heeft gewoon heel veel uitlaatgassen en lage energie. Dus zoek iets op. He, zoek een land op. Zoek een stad op bijvoorbeeld. Zoals Valencia. Dat kwam laatst bij een hele mooie ziel naar boven. Of Valencia op zijn Spaans. En dat heeft twee supermooie lange stadsachtige stranden. En dat is zo prachtig. En daar is dus de energie meer zuiver. Ondanks dat het ook een stad is. En het heeft ook een metrostation enzovoort allemaal.
en trams. Maar de energie is daar meer zuiver, omdat die stranden daar zijn. Dus de mensen leven ook op een hele andere manier. Dus het is met een reden dat jij dan erop uit wordt gestuurd. Dus ga daar dan ook op af voor jezelf. Nou roepen deze kaarten me. Even een beetje jeuk aan mijn neus en snot wat eruit druipt. Nee. En weet dus ook, zegt Antilope, die lag nog om het schoot lekker te rusten. Life is speeding up. Dus het gaat in beweging komen in de maand oktober. En je ziet ook het getal 2. En dat is echt het getal van partnership. He, dus het samenwerken van de man en vrouw binnenin jou. Ja, mooi, 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 mooi. Oké. De 7 of Scrolls. Waar de deuren naar de magie voor jou eerst dicht mogelijk waren. Hè? Dichte deuren dat jij het bijvoorbeeld even niet kon zien. Wat is nu de bedoeling van mijn zielsmissie? Welke kant ga ik nu op? Gaan die deuren dus voor jou open in de maand oktober. En dat zal steeds meer voor jou open gaan. Ik heb al zulke mooie dingen voorbij horen zien komen. Echt doorbraken van zielen. Luisteren naar hun gevoel. En echt stappen genomen. En nou, echt ontzettend bijzonder. Dus weet dat dat dus gaat versterken nu deze maand oktober. En de kleur paars is dus echt versterking van jouw kruinchakra. Dus een betere verbinding met spirit en met jouw gidsen. The Muse, Queen of Spirals. Dat is de Queen of Wands, het element vuur. De Muse. Weet dus ook, wees jouw eigen inspiratie, zegt deze kaart. Wees jouw eigen inspiratiebron. Maar zoek ook inspiratie in jouw buitenwereld. Laat die inspiratie van binnenuit jou komen. En neem dan de stappen bijvoorbeeld op internet door op Google te gaan kijken. Dat is allemaal mogelijk, maar luister naar je gevoel. En laat je inspireren. En dat kan dus door dingen in jouw buitenwereld. Maar die inspiratie vind je ook wanneer je jezelf dus terugtrekt. En je openstelt voor de energie. En krachtdier hert die je hier ziet op de kaart. Is echt het dier van meer zachtheid. Wat mag komen nu. De maand oktober. Nou, geen idee wat dit betekent. De sojourner. Geen idee wat dit betekent. King of Mirrors. Dat is de King of Cups. Wat een hele mooie kaart is. Want dat betekent dus heling van jouw familiekarma. Dus jouw eigen vader zijn. Van jouw emoties. Dus door dus jouw eigen emoties te zien. En ik ga ook even kijken in het boek hier. Wat ze hiervan zeggen. De mentor of mirrors, zeggen ze. Oh, mooi. Dat hangt ook weer zo samen met de muse. Met die inspiratiekaart. Even kijken. Ja, ze zeggen over deze kaart. De mentor of mirrors, zeggen ze. Dus deze twee kaarten. En de mentor of mirrors, de king of cups, is dus ook een inspiratiekaart. Dus daarvan zegt de beschrijving. He's infrequently found in the same place for very long. Dus hij is onderweg. Dus niet lang op dezelfde plek. Roam around and spend quality time with his thoughts and inspirations. Nou, wat deze kaart mij vertelt in de beschrijving is dus dat het belangrijk voor jou is om in beweging te blijven. Om jouw inspiratie dus ook op te doen. He, dus wanneer jij thuis zit, binnen, ja, waar komt jouw inspiratie vandaan? Dus het is heel belangrijk om ook stappen te gaan ondernemen. Dus boek een cursus voor jezelf. He. Misschien wil je een thuisstudie doen of ga op een schildercursus. Dus doe steeds meer van dat soort dingen voor jezelf, zodat die inspiratie bij jou kan groeien en jouw dromen kunnen groeien. Wat deze kaart ook zegt is dat beweging belangrijk is. En dus beweging van jouw emoties. Dus dat er flow kan plaatsvinden van jouw emoties. En dat vindt onder andere plaats doordat jij dus jezelf terugtrekt, hè, met jezelf bent. Maar ook dus doordat jij dus jouw lichaam fysiek beweegt. Vertellen deze kaarten ons.
Oké, is er dan nog iets verder wat omhoog wil komen? Ja, dus de Three of Pentacles is echt een kaart van het anderen iets leren. En voor de lichtwerker staat dus nu echt de komende periode op het programma om eerst de eigen kracht te versterken. Want pas wanneer onze eigen kracht voldoende versterkt is, kunnen we meer gaan geven. Zo kreeg ik laatst heel sterk het inzicht dat ik was er gewoon echt nog niet klaar voor om dit nu allemaal te gaan doen wat ik nu op dit moment doe. Ik was er echt nog niet klaar voor om dusdanig te gaan groeien in mijn ondernemerschap. Dat ik groter zou worden en meer in mijn grootheid zou komen. Want wat vraagt dat van ons als wij groots in onze ondernemerschap willen, bijvoorbeeld als healer zijnde of dus een eigen bedrijf. Dan betekent het dat je het allemaal heel goed op een rij moet hebben. En dat betekent dat je goede focus moet hebben. Dat je voldoende levenservaring moet hebben om die stappen te kunnen zetten. Dat je moet hebben geleerd van je vallen en opstaan. Overeind moet kunnen blijven. Hè, dat je emotioneel stabiel bent. Dat je knopen doorhakt. Goede beslissingen neemt voor jezelf. Nou, en als ik kijk naar de afgelopen maanden. Als ik heel eerlijk ben. Nou, dat was een flinke rommel hoor. Het was echt een flinke rommel. Ik wist niet wat ik wilde. Ik maakte geen commitment. Hè? En dat moet dus eerst allemaal bij jou groeien. Dus misschien denk je wel van. Nou, ik zie nog niks in mijn buitenwereld. En ik word hier zo gek van. Dan betekent het dus het gaat komen. Maar eerst moet jouw eigen kracht daarvoor versterken. En dat is het getal 3 van jouw 3-eenheid. En hoe meer jij gaat openstaan om te ontvangen, dat gaat zich deze maand ook versterken, hoe meer jij zal durven gaan geven en ook weggeven aan jouw buitenwereld. Maar ook de balans dus tussen de man en vrouw in ons dus zal veranderen. Want geven is de mannelijke energie en ontvangen is de vrouwelijke energie. Dus dat betekent wanneer jij bijvoorbeeld met jouw tweelingziel in jouw buitenwereld, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen reis, een verhouding hebt waarin jij de hele tijd degene bent die gegeven heeft en dan weer niks terughoorde, geen berichtje terugkreeg of weer stilte aan de andere kant, dan betekent dat die balans dus meer gaat rechttrekken. Maar daarvoor is het dus nodig dat jouw Divine Masculine eerst versterkt in eigen kracht, in levensenergie, in liefde, zodat hij met die liefde, met die overvloed die hij ervaart, meer aan jou zal kunnen geven. En die balans was dus altijd scheef. En als ik bijvoorbeeld nu naar mezelf kijk, die balans is nog steeds min of meer scheef. Dus ik heb nog steeds niet dat ik voldoende zelf op ontvangen sta, zodat ik dus mag ontvangen van mezelf als Divine Feminine, dus als vrouwelijke energie die ik meer in mezelf versterk, zodat ik dus ook mag ontvangen van mijn tweelingziel. En dat kan dus pas op het moment dat jij dus ook jezelf meer durft over te geven aan de liefde. En dus meer in overgave gaat, achterover leunt en zegt, oké, vertel mij maar wat er op mijn pad mag komen. He, want het ontvangen van jouw tweelingziel, die dan meer gaat geven, is dus een spiegel ten aanzien van de relatie die jij hebt met de hemel. De relatie die jij hebt met de God in jouzelf. Dus met vader, familie, karma. Dus dat is de directe spiegel, de relatie die jij hebt met het Christusbewustzijn. Dat is ook de mannelijke energie. En dat is dus ook de spiegel naar de Divine Masculine energie. Dus dat betekent dat wanneer jij niet voldoende gelooft in het proces, dat je echt heel erg tegen de stroom in zult gaan worstelen. En dat je dat die vibratie van dat je dus niet gelooft en dat je dus niet vertrouwt, dus ook uitstraalt naar buiten, waardoor jouw tweelingziel denkt, ja, dikke doei, want ik voel geen veilige omgeving bij jou. En op het moment dat ik een hostility heb, vijandigheid nog heb binnen in mijzelf richting mijzelf, zal dat dus naar buiten toe uitstralen. En dan, ja, je wil, dan is het dus de ander die voelt dat. Dus dat gaat onbewust. Dus de ander zal niet zeggen, nou, die frequentie wat ik van jou voel, die is niet juist. Ik heb even gemeten zo, met zo'n energiemeter. En dat komt echt uit beneden nul.
Hè? Nee, dat zal natuurlijk niet zo gaan. Maar het, die ander voelt het dus onbewust. Dus dat blijft elkaar dan afstoten. Pas wanneer jij dat dus binnen in jouzelf hield, de man en de vrouw in jou, kan het zich gaan aantrekken. Mooi. Aartsengel Raphaël kwam nog naar boven. Met... Oh, het blijft maar met meer kaarten. Ja. Oh, deze is ook belangrijk. Oké. Okay. Dus vergeving heelt. He, dus laat jouw familiekarma los. En dat betekent dus ook dat naar wie jij nog wrok koestert, kijk daarnaar. Waarom koester je die wrok? He, koester je misschien wrok naar je moeder of naar je vader of naar een ex-partner? Waarom koester je die wrok? En koester je misschien die wrok nog naar jezelf? Van ik had beter naar mijn gevoel moeten luisteren. Wat, waarin heb je nog vergeving te doen? En heb geloof. Is dus ontzettend belangrijk. Heb geloof in dat het goed zal komen. Dat jullie bij elkaar zullen komen wanneer de tijd daarvoor rijp is. Relaties gaan naar een hoger level. En dat betekent dat jij dus beter voor jezelf gaat zorgen. En één ding daarvan is organisch voedsel. Dus ga eens kijken naar jouw etenpatroon. Aartsengel Raphaël kun je daarvoor aanroepen. Kun je vragen. He, ik wil graag meer leren over eiwitten. Waar zitten allemaal eiwitten in? Zo liep ik laatst in de supermarkt en toen werd ik allemaal naar de bonen getrokken. En naar de kikkererwten. En naar de... Dat ik dacht, nou dat hoef ik allemaal niet. Daar ga ik allemaal binden van laten hoor. Van dit, al dit soort dingen. Maar daar zitten dus allemaal eiwitten in. En sindsdien eet ik ook weer gewoon havermout. Omdat mijn lichaam dat echt merkte ik echt tekort kwam. En vooral ook mijn huid. Het was echt dat ik dacht, jeetje, ik moet echt zo'n, weet je wel. Zo'n knijper of zo. Dat je zo... Gewoon de hele dag zo in de rondte kan lopen op een gegeven moment. Dus organisch voedsel. Dus kijk, eet je veel vlees? Eet je misschien veel vis? Dat kan natuurlijk ook wel organisch zijn. Toch? Weet ik eigenlijk niet. Ik heb toen heel onderzoek ernaar gedaan. Organisch is puur dat het uit... Dat het natuurlijk... Dat het natuurlijk is. Dus dat het op een natuurlijke wijze tot stand is gekomen. Maar wat je hier ziet is groente en fruit. Dus houd maar gewoon op groente en fruit. Hè? Maar in ieder geval, de boodschap is... Het verschil tussen groente en fruit en bijvoorbeeld vlees... Is dat in vlees zit ook heel veel energie van de overleden dieren. Hè? Die zijn vaak in een angsttoestand, zijn die tot overlijden gekomen. En die energie neem je dus allemaal over ook met het eten van vlees. En aarding en ook aanvaarding. Dus aarding zorgt voor aanvaarding. We gaan dus nu de komende periode naar weer wat kouder weer. Maar zorg ervoor dat je naar buiten gaat. Zorg ervoor dat je naar buiten blijft gaan. Dat is ook, ik ga straks direct ook weer naar buiten om die energie te kunnen aarden. Hè? Ga lekker de natuur in ook met jezelf. Oké, willen nog iets naar voorkomen. Nee, dat was het. Dus vooral richt de aandacht op jouzelf in de maand oktober. Hoe meer je dat dus naar binnen kunt trekken, hoe meer er verschuiving kan plaatsvinden in jouw tweelingzielenrelatie in jouw buitenwereld. Dikke kus en toedeldokie!